hoe kun je een collage maken? In principe zoals we dat net hebben gedaan. Dus de foto, nu ga ik het even andersom doen. De foto die je met de move tool vanaf dit tabblaadje naar die andere slepen. Dan kun je hem hier loslaten. En dan kun je dus een beetje uitzoomen. En met command T, control T op de PC, kun je dus de foto verkleinen. Zo. En dan is het natuurlijk niet heel mooi als je hem, ja, kan wel als je hem recht neerzet. Je kunt hem ook een beetje schuin neerzetten. Dat doe je door hier zo in de, bij de hoekjes net erbuiten te gaan. Dan krijg je zo'n krom pijltje. Daarmee kun je dus de foto een beetje schuin neerzetten. Nou, zo. Dan hebben we dus hier een achtergrond. En even kijken. Ga ik er nog een foto bij halen. En dat is deze. Zo. Open ik hier zo. Wacht, kan ik beter hier loslaten. Zo, en die ga ik ook weer met de move tool naar dat bestand toeslepen. En die maak ik een stukje groter. En zo. En zo kun je dus je voorstellen dat je meerdere van dit soort foto's aanmaakt en erin plaatst. Dus ik maak even een kopie aan van deze foto. En dan stel je voor dat het even een andere foto is. Dan kun je die gewoon lekker zo ook nog erbij neerzetten. En zo kun je dus collages maken. Dit is een vrij simpele versie natuurlijk van het collages maken. Maar ik heb er ook een video voor. Volgens mij zit die in de volledige Photoshop onder de knie cursus die ik heb. En staat die verder niet los online? Nee, die zit alleen in de online cursus van Photoshop onder de knie. Die kun je ook vinden via photoshoponderdeknie.nl. Daar kun je klikken op de knop op de voorpagina rechts onderin. En dan kun je kijken naar die cursus. Daar zit ook een video over hoe je in CS6 of CS5 mooie collages kunt maken.